Om die mobiliteit nog meer te vergroten in de schoudergordel bovenrug, is het belangrijk om, ook om de spieren te activeren in combinatie met stabiliseren en mobiliseren. Dat is een mooie oefening. Heb je geen materiaal voor nodig, is een mooie lichaams-eigen oefening. We beginnen in deze positie met een plankpositie. Vanuit deze positie ga je de bovenrug optillen en de borstbeen laten zakken. En bovenrug optillen en langzaam laten zakken. Op en naar beneden. Ga niet te ver buigen met de armen. Je probeert de bovenrug als het ware in zijn geheel te laten zakken. Mooi in één lijn. En de schouderbladen die komen wat dichter bij elkaar. En de schouderbladen gaan op deze manier iets verder uit elkaar. Dus de mobiliteit vergroten en de stabiliteit vergroten van het schouderblad. Spieren ertussenin. Tweede oefening is in een side plank. Elleboog goed onder de schouder plaatsen. In deze positie mooi in één lijn denken vanaf je kruin door je lichaam. Het lichaam goed uitstrekken en dan is het indraaien en openen. Indraaien en openen. Belangrijk is dat je goede spanning houdt op de schuine buikspieren. Om niet in elkaar te zakken, in deze positie volledig uitstrekken. Indraaien, rotatie en strekken. Ja, dus dit zijn lichaams-eigen oefeningen om de mobiliteit van de schoudergordel bovenrug te vergroten en om de spierspanning te vergroten. Activatieoefening.